Truffeltruitjes. Hallo allemaal. Daar zijn wij weer, de Truffelers, Erwin en Greetje. Ja, een bijzondere vlog deze keer. Wij gaan afscheid nemen van onze camper. Ja, dat zien jullie dus ook. En zoals jullie misschien wel weten, zijn we al een hele tijd op zoek naar een andere camper. Ja. En die hebben we gevonden. En zolang we die nog niet hebben, zitten we in een caravan. Van zijn broer? Ja. Daar hebben wij zelf voor gekozen. Wij konden overal wel terecht. Iedereen zei, kom maar bij ons slapen. Kom maar in de boerderij. Wij hebben ervoor gekozen om zelf. Lekker zelfstandig in een caravan. Nou, gelukkig kregen wij het aanbod van Martin en Harriet van, jullie mogen onze caravan wel gebruiken. Ja, dat zijn hele fijne sponsors. Ja, nee, geweldig. Dus totdat onze nieuwe camper er is, kunnen wij mooi hier blijven. En zijn we helemaal gelukkig. Ja. Want hij ging toch nog niet op vakantie. En hij stond toch maar in de stalling. En we hebben een autootje erbij. Ja. Dus we kunnen overal gaan en staan waar we willen. En het mooie weer komt er misschien wel aan. Nou, doet je wat. En zoals jullie zien, ik heb mijn werkbroek alweer aan. Ja. Dus ik ben dan druk bezig. Maar goed, dat zien jullie allemaal in de volgende vlog wel. Wat er hier allemaal gebeurt in en om de boerderij. Maar voor ons is het spannend. Voor zover kunnen jullie alvast een beetje zien. Waar de camper komt dus te koop in Lemmer, bij CCR Lemmer. Daar staat hij eigenlijk vanaf vandaag, denk ik, te koop. Ja. Dus we hebben hem gisteren heen gebracht. We gaan er allemaal heen om te kijken. Ja. Het is een mooie camper. Hele complete camper. En wat ik ook even wil zeggen, is een betrouwbaar bedrijf. CCR Lemmer, daar kan je wel rustig heen gaan. Rustig een camper kopen. Ze zijn heel meedenkend. Dus advies, ga maar eens een keer. Als je besluit om een camper te kopen, ga eens een keer kijken bij CCR Lemmer. En ga nu maar lekker kijken naar onze vlog. Ga maar lekker kijken. Kijken! Jongens, wat een weer. Welkom in Nederland, zullen we maar zeggen. Qua weer hadden we beter in het zuiden kunnen blijven. Maar goed, het is niet anders. Het is net zo koud en ik zie maar lucht. Er komt weer wat aan. Ondertussen is het beton. Goedemorgen. Uitgehard. En dan kan de bekisting er weer omweg. Nou, het volgende project is dus het plaatsen van het theehuis. Maar dat duurt nog wel even. Wij zijn de camper aan het prepareren. Vandaag gaat hij gewassen worden bij Udo op de Blinken. En dan kunnen we hem vrijdag wegbrengen. Onze mooie camper. Nou, het gaat weer los vandaag dus. Waar zijn wij? In onze stad. Oh! Nou, we gaan even kijken of er ook veranderingen zijn. Nou, kijk, nooit, hoor. De olle griezen die staat er nog. Dat verandert nog. Hoop ik. En dan gaan we even kijken op de grote markt. Ja. Lang geleden naar hier geweest. Nou, dit is nu de grote markt. En zoals je ziet, hebben ze al wel bomen geplaatst. Zie je wel, ze zijn al druk bezig. Het stadhuis en dit wordt nu een plein met bomen. Oh, veel bomen. Ja hoor. Nou, we zullen zien wat het wordt. Kijk eens wat we krijgen. Een banket. Want dat hebben wij dit jaar gemist. In Spanje. Wij waren in Spanje. Maar we hebben geen banket. Ik moet wel het schoteltje doen, allemaal wel uitgekrummeld. Hele mooie fondsen. Wij zijn onderweg weer naar Nieuw-Wolda. We hebben net gegeten bij Daniel en Angelita in Groningen. Dus wij gaan met volle buikjes weer naar huis. Thank you.
Wat gaan we doen, schat? We gaan even de auto wassen. Ja. De camper, hè, heet dat. De camper, ja. Kijk eens, en het is zo waar een zonnige ochtend. Wij rijden nu naar De Blinken. Het is de ouderlijke woning van Jan Willem en zijn broer Udo natuurlijk. En Udo woont hier nog, die heeft nog een boerenbedrijf. Schitterende boerderij is het. Maar hier kunnen wij dus achter het huis eventjes onze camper wassen. Hier is ruimte genoeg. Hartstikke mooi. Het is al helemaal ingezeept. Mooi hoor. Hè, dat het hier kan. Heel fijn. Nou, en ik ben aan de binnenkant bezig. Kijk, daar komen de broertjes aan. Moet je niet afvallen, hè? Van die trap. Ja, dat zou misschien jammer zijn. Ja, ja, dat, zou, wel dat zou inderdaad dat heel jammer zijn. Dat mooi. Een mooie actie. Kijk eens, jongens. Het gaat erom weg nou, hoor. Zei jij? Ik zei, het gaat erom weg nou. Hartstikke mooi. De trigasmelder, accu's en de omvormer. Goedemorgen. Nou, zoals jullie weten, dan gaan we onze camper verkopen. Dit is een Leica, een Cosmo Emblema 912 met een queensbed. Nou, jullie zien hier de voorkant. Keurig netjes, mooie bekleding. Navigatie erop. Alles zit erop en eraan. Het is een Fiat Ducato motor. En hij is gechiptuned. Dus hij heeft genoeg pk's. Nou, dit is ook handig. Opbergruimte. Opbergruimtes. Prullenbakje. Prullenbakjes. Een hefbed. Ik zal eens even een kleine demonstratie geven van het hefbed. Het is een 9-traps automaat motor. Kijk. De radio gaat aan. Hier nou, dit is het hefbed. Hup. Doe de radio maar weer uit. Soft close kastjes. Hup. Links en rechts. Dan gaan we hierheen. Een grillbakoven. Met laden onder. Laders. Bestekla.
Drie pits gasstel. Snijplank. Grote koelkast. Met een groot vriesvak erboven. Groot vriesvak. Laars. Mooie laar eronder. Hier nog een laar. Ja. Televisie. Nou, die zit nou op de, maar die moet je dan even omdraaien. Dat hoef je nou niet te doen. Het bedieningspaneel. Hier nog een kastje. Een Max-fan. En de trigasmelder heb ik jullie al laten zien. En de accu's. Nou, de slaapkamer heb ik ook al laten zien. Maar de douche en de wc. Hier is de douche. Nou, prima in orde. Wij hebben er behoorlijk gebruik van gemaakt hoor, onderweg. Overal USB-aansluitingen. Ja. Bij de lampjes, bij je bed. Hangkast. Ja, dat heb ik al laten zien. En de toilet. Met een zogsysteem. Dus als je hem aandoet, dan... Nou, ik weet niet of die nu al aangesloten is. We hebben er net een nieuwe cassette in gedaan. Dus met een nieuwe cassette. Nou, zijn we nu buiten. De buitenkant van de Leica. AdBlue aansluiting. Diesel AdBlue. Verwarming aansluiting. Nou, aansluiting. Uitgaan. Uitgaan. Dit is de toilet. Nieuwe cassette met een SOG. SOG aansluiting. Voor nare geurtjes. Stroom. Met een LPG-aansluiting. Ja, kun je zo bij de benzinepomp LPG tanken. Ideaal. Grote garage. Daar liggen de matten voor de isolatie. Dit zijn extra stoelen voor als je met vier personen gaat. We hebben nog een extra dakraam. Nou, dat is het dakluik van de, waar nu de Max-fan in zit. En het trappetje ligt hier. Kijk, en hier zie je dit. En dan kan je omhoog of omlaag. Want dit is een traploos verstelbare bodem. Ja. Dus dan kan je de garage hoger of lager maken. En het bed dus ook. Hier hebben wij een fietsendrager voor drie fietsen. Is gemonteerd op het chassis. Dus niet op de achterwand. Dus dat is ook heel fijn. Er kunnen drie fietsen op. Kun je zo uitklappen. Nou, zoals jullie zien, de 912E. Cosmo Emblema. Altijd in onderhoud geweest bij CCR Lemmer. De achteruitrijcamera. En luifel, tule, draaibaar systeem en een schotel zit er ook op. Ja, schotel zit erop. En twee zonnepanelen. Ja. Dan hebben we hier nog een buitenaansluiting voor stroom, tv en nog een buitenaansluiting voor LPG, voor gas. Dus als je hier aan deze kant dan je keukentje neerzet, dan kun je hier mooi koken. Dit is een heel handig systeem om de deur vast te zetten. Anders waait hij vaak wel eens dicht. En je hebt namelijk een hor. En als je die dicht hebt en hij waait dicht, dan gaat hij helemaal kapot. Nou. En voor de rest lichtmetalen vel. Ja. Ja, hij staat nu op stenen, want het is hier nogal nat op de boerderij. Maar dat weten jullie wel. En daar komt ons tijdelijke onderkomen aan. Omdat onze camper nu weggaat en onze nieuwe camper er nog niet is, hadden we eventjes geen plek. En nu gaan we in de caravan van Martin, Erwin zijn broer. Dat wordt de komende twee maanden ons huis. Abby.
Kijk, een man die zet even gezellig een plantje bij ons voor de deur. Wij als campinggasten hebben nou een heel mooi seizoenplekje. En kijk, er wordt heel wat moois gemaakt. En we hebben ook al poezen voor de deur. Nou, een en al bedrijvigheid hier. En dat is dus onze tijdelijke woning. Het is wel een beauty hoor. We hebben er zoveel plezier van gehad. Maar goed, ik wou graag gewoon meer ruimte. En dan willen we jullie nog even laten zien. Maar dat gaan we zo doen. Erwin gaat even demonstreren ons EP level systeem. Een afstandsbediening, ideaal. Achterkant. En je hebt je camper altijd mooi recht staan. Er is ook een weegfunctie op dit level systeem. Je laat er even je camper wegen. Geweldig systeem. Heel blij mee. Nou, daar gaan we. Op naar Lemmer. Hier inmiddels bij CCL Lemmer zijn we heen gereden en hier leveren we onze camper in. En wat gaan we doen? Onze camper verkopen? Ja, okay. Die komt hier te koop te staan. Ja, ik hoop. Staat nou daar aan de overkant. Ik hoop dat er straks een plekje voor is. En we waren net ook nog even wat vergeten te melden. Er zit ook nog een reservewiel onder. Oh? Altijd handig voor als je in de bus bent en je hebt lekker band. Ja, want dan is het heel ideaal als je dan een leveling systeem hebt. Ja. Dan kan je zo je eigen band verwisselen. Nodig. Nou goed. Ik zeg altijd, je kan hier best een campertje kopen hoor. Staat van alles. Staat van alles. Buscampers, grote campers. Dus ja, toch maken wij elke keer wel een beetje reclame voor hun. Een proefrit aan het maken in een Francia. Ja. Een Francia zonder hefbed. Heel mooi.
Dit was hem weer. Ja, wij hopen dat jullie wel genoten hebben van onze film. Het zijn geen reisfilmpjes deze keer. Nee. Maar ja, wij vermaken ons hier wel. En wij houden jullie op de hoogte. Ja, van alles. Van alle ontwikkelingen. En ga maar kijken bij CCL Lemmer. Ja, en... Tot volgende week. Oh ja, alle nieuwe abonnees, hartelijk welkom, hè. En duimpje, reacties, alles abonneren. Mag. Kost Greet, helemaal niks. Ja, en Greetje probeert altijd de reacties wel te beantwoorden. Het is voor ons leuk als jullie geabonneerd zijn. Ja. Dus dat is mooi. Daar doen we het ook voor, hoor. Ik bedoel, van om jullie mee te nemen in ons leven eigenlijk een beetje. Ja, dus ik zal zeggen, tot volgende week. Tot volgende week. Doei. Doei.